Het is een Poetry International Festival in Rotterdam met internationale dichters. En ik heb een lang gedicht gemaakt over een beetje de geschiedenis van Poetry International. Stamboomringen. Zegt de uil tegen de haan. De zon is niet belangrijk, die moet je niet bezingen. Zo bleef het gezellig donker in het gedicht. Gekker moest het niet worden. Dus sloot een andere dichter een pact met de zon. Zon komt op, hele wereld rood, ik ook. Douwtrappend vierden we het. Nou, ondertussen is het alweer 2 jaar geleden dat ik met Jana Beranova een serie heb gemaakt van gedichten. En nou, tijdens Poetry is er een eerbetoon geweest in de Schouwburg. Kan je daar wat over vertellen, Jana? Nou, het was een klein beetje geschiedenis, teruggaan naar het begin van Poetry. In 1970, ik was toen natuurlijk nog een groentje wat poëzie betreft, want daar deed ik eigenlijk helemaal niks aan. En dat hebben we zo'n beetje in die zomergastenvoorstelling, zou ik maar zeggen, daarover gesproken en filmpjes vertoond. Ontzettend leuk dat er nog dingen te vinden waren uit die tijd. En ook nog eens een keertje na mijn prozabundel van een televisie-talkshow met Ursula de Geer en zo. Dat, ja, geweldig vond ik het. Je herkent jezelf bijna niet, hè? Of is het zo lang geleden? Dan zat ik daar met die, in 1972, met die Poolse dichter met ontzettende lange jaren 70 haren. Ik heb die job. Rezidują powłóczyste upiory. Waar, naar men zegt, niemand heeft het gezien. Spokende schimmen verblijven. Im wyżej, tym bardziej rozmazane. Hoe hoger, hoe waziger. Kijk, trouwens niet zo erg gelukkig, moet ik zeggen, daar. Ja, nou, het was best moeilijk natuurlijk, hè. Vond ik, dat heb ik dus daar ook al proberen op een nette manier te zeggen. Ik was niet zo gek op zijn gedichten. Maar hij maakte natuurlijk wel iets bijzonders. Dat was bij Family of Men, bij dat boek. Bij die foto's eigenlijk, dus de teksten. Dus we hebben een beetje om en om gezegd. En wat je niet kon zien op die scherm daar, was dat er dus wel beelden werden uitgezonden daar. Dus ja, goh. En je bent natuurlijk om en om, je bent natuurlijk toch wel even gespannen. Dus ik had natuurlijk nog helemaal geen ervaring. Ik heb natuurlijk wel wat geleerd sindsdien, hoop ik. Een verleiderspel. De een streelt de stoelpoot. Tot de stoel zich verroert en lief gebaart met zijn poot. De ander kust het sleutelgat, kust het als waanzinnig, tot het sleutelgat hem terugkust. Een derde staat terzijde, staat het tweetal aan, schudt zijn hoofd en schudt, tot het hoofd eraf valt. Van waar het eerbetoon, is dat iets wat ze ieder jaar doen, dat ze ieder jaar een andere dichter kiezen, of is dat de eerste keer? Maar misschien wel, maar op een iets andere manier misschien. Kijk, we hadden een paar keer achter elkaar Rotterdamdag. Dus dat apart gewoon de dag voor Poetry alleen maar met Rotterdammers wat was. Nou, dat wilde Bas Kwakman, de directeur van Poetry, nou niet meer doen. En die wou eigenlijk door het programma heen iets, hè, over 1 of 2 Rotterdamse dichters, literaire mensen. Ze hebben dus Lijn Lijnsen genomen, die dus overleden is, omdat hij ook beeldende kunst maakte. En mij, terwijl ik nog leef, omdat ik natuurlijk zo lang vanaf het begin daar geweest ben. Ik denk dat Bas het nog wel eens meer gaat doen. Naar aanleiding van iets om iemand in het zonnetje te zetten, omdat je daardoor natuurlijk wel een stukje geschiedenis van Rotterdam krijgt. De geschiedenis legt dingen vast in dat grote verband. En wat Koen eruit doet, is inderdaad de, zeg maar, de geschiedenis van de kleine man. Om de vergetelheid te onttrekken. En dat is heel erg goed. Wat mensen nu gaan doen, wij zijn nog lang niet uitgepraat hoor, in de literatuur. Ik denk dat men hier al wat eerder aan het eind van zijn Latijn is. Je bent ook met nieuwe dingen bezig, want met een mannenkwartet, saxofoonkwartet? Ja. Dat zijn leuke jongens hoor. En ze spelen als goden. En dat klikt heel goed. Dus dat gaan we. Nou, ik heb het vorig jaar al met ze ook gedaan in de bibliotheken met mijn afscheid als stadsdichter. En dat beviel, dus nu dacht ik ook, nou, even kijken. En nou, ze vonden het leuk. Spadla is z nebe, a je se rad tvých rukou vytekla. Mrazivá zima mi prolezla kosti. Pod ledem utonul můj hlas. Tvůj hlas mě ohlušuje. En staat er nog iets nieuws op het, in de toekomst? Nou, ik heb natuurlijk altijd allerhande optredens.
Maar ook gebundels of zo? In de zomer niet. Nou, een bundel natuurlijk nog niet, want ik ben eigenlijk van plan om in september weer wat intensiever te gaan schrijven. Want ik heb nu eigenlijk alleen maar opgetreden en allerlei projecten en zo eraan meegedaan. Dus kijk, dan heb je weinig tijd om je te concentreren om echt voor een boek te werken. En dat wil ik proberen nu in het najaar te doen. Maar ik ben altijd ook heel happy hoor, als ik bij allerlei projecten word betrokken. Ik heb ook met poetry nog met twee projecten meegewerkt. Met kinderen, met Boekie Boekie. Zat ik in de jury met dingen en zo. En de awards uitreiken aan de kinderen met een gedicht, weet je wel, en zo. Dus ik heb het erg druk gehad. Dus ik ga nou weer, hoop ik dus, nou weer wat intenser te schrijven. Als ik mijn ogen toedoe, ben ik op Honolulu. Hij kijkt niet begrijpend. Ik doe een gooi. When you close your eyes, you are in paradise. Hij slaat zijn ogen neer, steekt beide handen uit.